Het zou zomaar kunnen dat mensen in een sluis, bijvoorbeeld waar alles op heen gehoopt ligt in het hoogseizoen, aan pleziervaart, aan beroepsvaart, dat daar ongelukken gaan gebeuren. Dat de bruggen te vroeg opengaan, dat te laat opengaan. Het zal waarschijnlijk niet bij een incident blijven. Brug- en sluiswachters van de Oude Garde maken zich grote zorgen over de veiligheid van de brug- en sluisbediening in Noord-Holland. En die zorgen die zijn er sinds het bedrijf Trigion het personeel levert. Medewerkers doen hun verhaal aan ons, maar ze durven niet voor camera te reageren. Afgelopen juli heeft op de Schiphol draaibrug geen bedienaar gezeten. Daar was wel iemand voor gevraagd op het laatste moment, maar diegene die had er nog nooit gezeten. Hij zou er wel even telefonisch worden ingewerkt. Er is structureel onderbezetting. Minstens 8 bruggen en sluizen zaten in juli in het hoogseizoen zonder brug of sluiswachter. Werkweken van 65 uur per week zijn tegenwoordig normaal. Vorig jaar ging het ook al goed mis. De Bosrandbrug werd geopend terwijl er nog een auto op stond. En bij de Schiphol Draaibrug sloot de brugwachter de brug te vroeg, waardoor deze in aanvaring kwam met een schip. Voorheen werden bruggen en sluizen bediend door provinciale medewerkers en door medewerkers van ODV Maritiem. En dat is een bedrijf wat bekend staat als een gerenommeerd bedrijf in de nautische wereld. Maar vorig jaar won Trigion de aanbesteding. En daar is veel kritiek op, want Trigion is van origine een beveiligingsbedrijf en heeft geen ervaring met bruggen en sluizen. Ook zijn er veel zorgen over de arbeids- en rusttijden en de inwerktijd van het personeel. Nieuw personeel wat een heel korte periode, dus 3 dagen, is ingewerkt. En dan met gebrek aan enige ervaring in nautische achtergrond, ja, zit je toch heel snel met een probleem waarbij mensen geen eens weten hoe een schip eruit ziet. Stuurboord, bakboord. Ja, en als je daar nog eens een keer brug en sluizen moet gaan bedienen, dan moet je toch heel goed weten hoe die schepen kunnen gaan afremmen en hoe we met elkaar opgepakt liggen. Het verhaal krijgt nog een staartje, want inmiddels zijn er ook statenvragen gesteld over de kwestie. De provincie reageert op de kritiek. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijker om geschikte personeelsleden te vinden die aan de gestelde eisen van de functie voldoen. Er zijn afspraken gemaakt over hoe te komen tot een verbetering van de dienstverlening.